Dit jaar, 35 jaar geleden, is onze tante vermoord. Ik heb haar oud vuil gedumpt. Het is augustus 1989 als Wies Hense naar de kermis gaat in haar woonplaats Budel. Ze was die avond met twee ruig uitziende mannen de laatste personen die met Wies zijn gezien. De volgende dag wordt haar naakte lichaam gevonden door fietsers in een sloot langs de Loonderweg in Dommelen. Wies blijkt gewurgd. Haar kleding wordt in de buurt van haar lichaam gevonden, wat duidt op een seksueel motief. Alleen de linkerlaars ontbreekt en wordt ook nooit gevonden. Ik weet het eigenlijk nog als de dag van gisteren. Wat gebeurde er toen? Ik weet dat er twee rechercheurs bij oma aan de deur stonden. Wij sliepen daar. Onze ouders waren op de kermis. En ik heb oma nog nooit zo gezien. Die brak. Wat er is gebeurd is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De familie doet nu, 35 jaar later, samen met de Peter R. de Vries Foundation een uiterste poging de zaak alsnog op te lossen. En we willen gewoon het een plaats kunnen geven. En we weten niks. We hebben één groot vraagteken en wij willen dat als familie afsluiten. En we willen ook voor Wies gewoon doen. Wies was voor ons een tweede moeder, die alles voor ons. En stond altijd voor ons klaar, die zou voor ons door het vuur gaan. En dat willen we voor haar ook eigenlijk. We willen gewoon dat het opgelost wordt. Dus. Ja, dat was gewoon, ja, wat ik al zei, tweede moeder. Ze deed alles voor ons. Er zijn wel een hoop tips binnengekomen. En, maar je wilt gewoon vooruit. Je wilt dat het opgelost wordt. Maar het oplossen van deze zaak is moeilijk. De mannen die met Wies waren die avond hebben zich nooit gemeld. En dat zou zomaar eens het laatste aanknopingspunt kunnen zijn. Wies ging graag om met stoere mannen, ruige mannen. Dus heb je zo iemand in gedachten of heb je misschien in je collectie nog een prachtige foto? Zoek eens terug, kijk nog eens, denk nog eens na. Diegene heeft zich nog nooit gemeld en kan de dader zijn, maar kan ook een getuige zijn. Precies, die man en zijn vriend, die hebben zich nog nooit gemeld. Dat zou je als verdacht kunnen bestempelen. Maar van de andere kant, het is niet zeker dat die mensen iets met de moord zelf te maken hebben. Eigenlijk ga ik ervan uit dat die mannen daar niet mee te maken hebben. En we zouden heel graag hebben dat ze zich melden, zodat we dat spoor kunnen uitsluiten.